de dag wordt er ergens in Nederland een kind geboren met een erfelijke metabole ziekte. Deze kinderen worden vaak niet ouder dan 1 jaar. Nou, ik ben onderweg naar Jonne en Thije en zij hebben zo'n metabole ziekte. Hier wonen ze. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, ik ga je meteen in het zonnetje zetten met deze bloemen, want die heb je absoluut verdiend. Dankjewel. Samen met je man en je kinderen hebben hem eigenlijk ook verdiend, toch? Ja, lief. Dus, dankjewel. Nou, daar begin ik mee. Jonna toonde als oudste kind de eerste verschijnselen van de metabole ziekte. En hadden jullie Thije toen al? Ja. Ja. Die was er ook en die was toen nog jong? Geen 2. Ja, die was toen ook nog jong. En, die was 1,5 denk ik. Ja, we hadden toen eerst de diagnose van Jonna gehad. Ja. En toen vroegen ze daar in het ziekenhuis ook, heeft hij nog een broertje of een zusje? Ja, nog een broertje. En toen zeiden ze, die willen we ook zien. En toen dachten we, ja, willen we ook hoezo? Zien. Ja, hoezo? Die ja. had natuurlijk helemaal geen symptomen nog. Ja, en toen was vrij snel daarna dat hij ook de diagnose metabole ziekte had. En kunnen jullie mij heel kort uitleggen, ik weet er iets vanaf, hè, maar wat die metabole ziekte dan precies inhoudt? Ja, die van Jonna en Thije, zij missen een bepaald enzym in hun stofwisselingsziekte, waardoor het niet helemaal goed wordt afgebroken. Het is een stapelingsziekte, dus het blijft achter in het lijf. Ja. En dat gaat zich stapelen op organen, op gewrichten, op botten, op nou ja, eigenlijk op alles in het lichaam. Waar moeten jullie op letten? Waar kan het misgaan? Ja, zij hebben stapeling in de bovenste nekwervels ook. Zij mogen geen salto's bijvoorbeeld. Die nek mag niet doorklappen. Ze hebben een verhoogde kans op dwarslesie. En verder moeten wij altijd opletten dat ze niet lang kunnen lopen. Want ik denk als jong stijl dat je dit allemaal anders had willen zien. Dit is niet je toekomstbeeld, nee. Nee. Nee, je zou het liefst al hun lijden op je willen nemen, maar dat kan gewoon niet. Om de ziekte te verdragen krijgen Jonna en Thije wekelijks 5 uur enzymtherapie. Hoe vind je dat nu je dat weet? Hartstikke normaal. Ik kan me geen leven voorstellen zonder aangeprikt te worden. Mm-hmm. Ook als ik het aan kinderen laat zien, die vragen dan waarom heb je een tas om? Dan laat ik het zien, zeggen ze, oh zielig. Maar dat is niet zo, want ik weet niet hoe het anders is. Dus ik ben hartstikke blij dat het zo kan en dat het niet anders hoeft. Ja. Dat het moeilijker is. Ik snap het. En doe je ook aan sport? Ja, ik doe zeker aan sport. Ik zit op yoga dus. Mm-hmm. Maar ik zit ook op een paardrijden. Maar niet op zomaar paardrijden. Dus ik zit bij een speciale manege. Mm-hmm. Voor kinderen met een beperking die niet in een grote groep kunnen rijden. Ik heb het net ook aan je zus gevraagd, hè? Maar jouw vriendjes, weten die wat je hebt? Ja. Moet je het wel eens uitleggen? Ja. Ja. Heel veel kinderen vragen als ik op school ben, waarom heb je die rugtas op? En dan moet ik dat hele verhaal vertellen. En hoe leg je dat dan uit? Dan zeg ik, heb een plekje, ja, een plekje op mijn borst. Mm-hmm. En daar moet een prikje in, daardoor ben ik klein. Mm-hmm. En de medicijnen zitten in mijn rugtas. Ja. En ik kan niet hard rennen en ik word sneller moe. Je wordt sneller moe. Nou, kijk eens aan! Hallo! Wat leuk! Ik kom voor jou, Martine, en voor je man. Ja. En de rest van het gezin. Kom binnen! Nou, ik wil je eerst even in het zonnetje zetten, want hij is eigenlijk voor jullie allemaal, hè? Wat lief, wat mooi. Het niet makkelijk, nee. Maar ik wil er wel alles over weten, als het mag. Zeker. Maar die hebben jullie verdiend. Carmen heeft een metabole ziekte. Wanneer wisten jullie dat? Een paar uur na de bevalling verslikte zij zich. En doordat ze zich verslikte, is ze rechtstreeks naar neonatologie gegaan. En daar is ze van het ene onderzoek in het andere onderzoek gekomen. Ja. En na een week of 7 kregen we de uitslag van een metabole ziekte. Hoe is het leven met een kind met een metabole ziekte? Het is evident dat het heel erg zwaar is, omdat je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week zit je in een zorgmodus. En wat betekent dat voor jullie dagritme? Waar moet ik dan aan denken? Sowieso zitten wij de ene nacht, ik noem het even dienst, heb ik dienst ja. en de andere keer heeft Bettina dienst. Want Carmen heeft geen dag-nacht ritme, dus die is s'nachts ook wakker. Okay. Dus één van ons gaat naar beneden toe of naast haar liggen om haar weer in slaap te krijgen. Ja, het hele leven draait echt wel om Carmen. Precies. En dat is prima, want we houden natuurlijk heel veel van haar. Ja. Hè, bedoel, sinds Carmen er is, heeft houden van een nieuwe dementie gekregen, dus dat is heel mooi. Maar ook zwaar. Het leven is gewoon niet meer zoals het was. Maar ondanks de ziekte van Carmen hebben jullie toch
ook Dauphine gekregen. Zeker. Was dat niet heel spannend? Of? Heel. Ja? Ja. Ja, ook, ja, de zwangerschap van Dauphine was ook geen roze wolk. Want even voor de mensen die niet weten, een metabole ziekte is omdat jullie allebei gendragers zijn. Het wordt genetisch overgegeven. Ja, je hebt 25% kans dat je een ziek kindje krijgt. Oké. Okay. Iedere zwangerschap voor ons opnieuw. Oké. Okay. En dat kun je testen. En dat hebben we laten testen. En ik kan me ook voorstellen, dat, maar dat vul ik voor jullie in, maar dan moeten jullie mezelf in corrigeren. Als je dus een kind hebt waar je al heel veel zorg over hebt, dat je dan denkt, ja, waarom gaan we nog een tweede, zeg maar? Want het is... Wij wilden gewoon heel erg graag kinderen. En de kans dat Carmen overlijdt, ja, die is gewoon 100%. Dus wij gaan Carmen overleven. En dan, ja, we wilden toch een tweede om sowieso die balans ook weer te vinden. Ik blijf nog steeds hangen in wat jij eigenlijk daarnet zei. Dat blijft maar in mijn hoofd spoken nu, van wij gaan haar overleven. Ja. Maar komt er dan ook niet een klein stukje hoop weer? Dat je denkt van, oh, nou, het gaat eigenlijk wel weer de goede kant op? Nee. Nee? Nee, die hoop die heb ik niet. Maar voor mij is het gewoon echt heel erg van belang voor haar kwaliteit van leven. En dat ze gewoon, de momenten dat ze hier eerder op dit aardse leven is, dat ze het gewoon fijn en plezierig heeft. In Nederland hebben meer dan 10.000 gezinnen één of meerdere kinderen met een metabole ziekte. Touria Aoud is hier om het stokje van Nancy over te nemen. Zo, Miss Aoud, how is life? Hi Nancy. Ja? Ja, gaat goed. Jij mag zo direct lekker gaan wandelen met de moeder van Carmen. Maar hun leven is best wel heel erg zwaar. Maar daar ga je vast heel veel over horen. Hi. Hi. Wat leuk. Hi. Dit is onze Dauphine. Oh. Onze Carmen. Hi Carmen. Ja. Ik zat net naar die bordjes te kijken. Die zien er zo mooi uit. En ik zag Carmen's naam op alle borden. Kun jij mij daar een beetje meer over vertellen? Dit is een actie van Buddha Beach Club. En voor Carmen, maar ook voor MetaKids. Dus €80 per bordje gaat naar MetaKids toe. En dat zijn allemaal of vrienden van ons, maar ook ondernemers uit het dorp. En allemaal vrienden van Carmen. Ik zie dat Carmen hier echt van geniet, hè? Ja, klopt. Carmen is echt een kind van de elementen. Die houdt van de zon, die houdt van de wind door haar haren, die houdt van knuffelen, die houdt van zwemmen. Dus ja, dit is helemaal ideaal voor haar. Dit. Ik vind jullie echt helden. Ja, ik vind het lief dat je dat zegt, maar ik voel me geen held. Ik ben gewoon een hele liefhebbende moeder. Nou, Carmen is zeker een held. Ja. Metabole ziekten zijn dat er iets misgaat in de chemische huishouding van het lichaam van een kindje, waardoor ook een bepaalde vergiftiging optreedt in het lichaam. Hierdoor ontstaat er meestal een aftakelingsproces van het lichaam, wat leidt veelal tot lichamelijke beperking en of verstandelijke beperking. MetaKids strijdt voor een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en waar geen kind meer hoeft te overlijden.